In L'étude bestuderen Sophie Palmers, Jessa Wildemeers en Sien Eggers de vrouwenrollen in de stukken van Shakespeare. Een hilarisch onderzoek dat al snel uitmondt in prettige chaos. We zijn eigenlijk te werk gegaan om deze voorstelling te maken op een heel organische manier. Ik was eigenlijk al een jaar bezig met een studie rond Shakespeare en de vrouwenrollen bij Shakespeare. En op het einde van dat jaar had ik echt nood om dat eens aan een aantal andere verwante actrices te toetsen. Dan ben ik met een stapel teksten naar Sien en Sophie gegaan en dan zijn we samen beginnen lezen. Shakespeare is niet geschreven om alleen op uw kamer te lezen. Nee. En daarom dat ik jullie heb gebeld en daarom dat ik zo blij ben dat jullie hier zijn. Ja, we zijn ja. Ook blij. Er ontstonden al snel meningsverschillen, goede dynamiek of te veel afwijken van het thema en iemand die dan terugroept. En daar is eigenlijk de basis van het hele idee voor de voorstelling ontstaan, een beetje spontaan. En dan moest je gaan passen en dan deden ze dingen aan, hè, maar dat was dan nog vol met speltjes en zo. Hè. En dan moest je stil blijven staan, hè, Jessa. En ik stond daar en ik keek in de spiegel en ik dacht... Maar ja, er is veel plezier omdat we ook zo heel blij zijn dat het ding dat wij geschreven hebben, dat we dat naar de zaal kunnen communiceren. Hè? Dus dat mensen daar iets aan hebben, dat ze snappen waar de pijntjes zitten en waar dat de humor zit en waar dat ze mee zijn met onze bedenkingen daarover. Dat is heel fijn. Shakespeare die had dus een hele container aan taal waar dat hij uit kon putten. Ja, dat was ongelooflijk. Shakespeare die kende 25.000 woorden of zo. 25.000. En wij, hoeveel woorden hebben wij? Ja, ik heb dat eens getest, ik had er 18.000. Waarom is Shakespeare nog relevant? Dat is, die vraag stellen wij ons ook in het stuk. Hè. Als je dan alleen focust op de vrouwenrollen, kunt je de vraag stellen, is dat echt relevant? Zijn die types die daarin terugkomen, hebben we daar iets aan? Willen wij ons spiegelen aan types of niet? Ja, maar je zet een Cleopatra. Een Cleopatra? Ja, een Cleopatra, dat is het van het. Dat is... Zit die in Shakespeare? Maar joh, dat is de vrouwenrol van Shakespeare. Ze smokkelt een slang binnen in haar kamer. Ze legt die aan haar borst en ze zegt... Suck my breast like a babe. Hoe erg kan het zijn? Hij heeft het over macht, onmacht, liefde, over de grote thema's. En slaagt er ook in om mensen van vlees en bloed neer te zetten, die dan ook nog eens heel poëtisch praten. Dus dat is eigenlijk wel een uitdaging voor een acteur ook, om daarmee aan de slag te gaan. Let's bestrip the ocean. Let's bestrip my ocean. His reared arm. His reared arm crested my world. And there in stuck. A sun. A sun. Could you stop the smoke, please? Oh, could you stop the smoke?